In de categorie TTM Jeugdsportstimuleringsprijs Jongens 2019. Hij loopt steeds sneller. Loopt hij zijn broer Robin voorbij? Rick van Riel. Hij wil vechten tegen de beste van de beste. Arie Luytens. Dansen zit in zijn DNA. Givano Moring. In navolging van zijn oudere broer Robin is Rick een supertalent op de middellange afstand. Vijfde bij het EK Junioren 1500 meter. En dat als een van de jongste deelnemers. Met een tijd van 3.45.99 realiseerde hij de beste B-juniorentijd ooit in Nederland. Sneller dan fenomeen Gert-Jan Lievers. De 17-jarige Rick wint bovendien twee keer zilver op het NK Junioren. De 15-jarige Arie traint 6 keer per week en op vrije dagen 2 keer per dag. Flink diëten en 3 kilo lichter wint hij niet alleen het NK, maar ook het WK kickboksen 15 tot 17 jaar onder de 65 kilo. Voor Arie is dat nog niet genoeg. Hij wil in een 8-man toernooi vechten tegen de toppers in zijn gewichtsklasse en zo de Europese titel op zijn naam zetten. Het leven van de 11-jarige Givano staat in het teken van dansen. En wat danste hij in 2019? De Hip Hop Factory is trots op hem, want bij het NK werd hij drievoudig kampioen. Solo, duo en team. Zelf is hij het meest trots op het samen met zijn maatje Maite winnen van het EK. Hij traint minstens 4 keer per week. Sorry vrienden, ik heb weinig tijd voor jullie. Zijn ambitie? Wereldkampioen worden.